Een half jaar geleden werd in Zandvoort het eerste casino geopend. Dat was jaren 70, het begin van de staatscasino's. Als gokken wettelijk oké is, waarom dan niet ook particulier? En bovendien, als er een wet is, dan zijn er mazen. Nog voor het einde van de jaren 70 kwamen ondernemers met een variant op het roulette in de staatscasino's die net buiten de wet op de kansspelen zou vallen. Golden 10. Goedemiddag, heren. Ik ben de man die de Golden 10 heeft geïntroduceerd in Nederland. Het was één groot succes. Ze kwamen van overal. Van Vlissingen tot Den Helder. Het was in 1981, 82 dat wij ermee geconfronteerd werden. We kregen signalen dat er casino-achtige spelletjes aangeboden werden in zaaltjes achter cafés en uitgaansgelegenheden. Dus wij vonden dat dat niet kon en daar is toen een onderzoek naar ingesteld. Wat zijn dat voor spelletjes? Waar gaat het om bij Golden 10? Er zou een verband zijn tussen het punt waar de kogel loskomt van de rand van de ketel en het vakje waar hij uiteindelijk inrolt. Laat de kogel de rand los ter hoogte van bijvoorbeeld nummer 14, dan moet de speler inzetten op 14 en op 1 of 2 nummers ervoor en erachter. Maar omdat de kogel een elliptische baan maakt, kan hij ook in de nummers vallen pal tegenover het vakje met nummer 14. Een beetje moeilijk is het wel, zeggen de exploitanten, maar oefening baart kunst. Dus ze presenteerden het als een behendigheidsspel. En als het een behendigheidsspel was, als mensen dat als behendigheid speelden, dan kon de overheid dat op grond van de wet op de kans spelen niet vervolgen. Want als je kon aantonen dat het geen kansspel was, dan had je een lucratieve markt te pakken. Golden 10 was in de basis een heel simpel spel. Iedereen begreep dat. Omdat er geen kansspelbelasting werd betaald, hielden de exploitant ook meer geld over. Dus er werden gratis drankjes, gratis hapjes, artiesten werden uitgenodigd. Het was dus een beetje een feestje. Toen het Golden 10 zo enorm succesvol werd, er honderden casino's ontstonden, enorme omzetten, grotere omzetten dan de staatscasino's zelfs. Toen heeft de politiek, de Raad voor de Casinospelen, de ministeries zichzelf achter de oren gekrapt van ja, dit gaat ten koste van de toekomst van de staatscasino's en we moeten eigenlijk dat Golden 10 de kop indrukken. Uit niet-officiële cijfers blijkt dat er intussen al meer dan 250 Golden 10 casino's zijn. Er zouden vele miljoenen guldens per week worden omgezet. Op last van justitie zijn in het verleden een aantal van deze speelgelegenheden gesloten, al oordeelden de Nederlandse rechters tot nu toe verdeeld over Golden 10. De ene rechter die veroordeelde het omdat het een casino was. En de andere rechter zei van ja, die exploitant heeft wel een goed verhaal met zijn behendigheid. Is het voor u een behendigheidsspel? Ja. Beslist. Ik vind voor een kansspel, dan moet je echt naar het staatscasino gaan. Daar heb je misschien eens een keer kans dat je balletje precies in het nummertje komt. Als het een behendigheidsspel zou zijn, dan zou de exploitant het al gauw stoppen, want iedereen gaat zich dan bekwamen in het voorspellen van de loop van het balletje en dan is het klaar met de exploitant. Pure onzin. Dus dan moet iedere speler, die moet het dan 100% goed spelen, maar het is natuurlijk niet zo. Vandaag ben je in vorm, morgen zie je een beetje minder goed, hè? Je bent even niet zo scherp, dus dat is bullshit. Die rekensommetjes die gaan niet op. Ja, dit is een behendigheidsspel en de ene keer win je, de andere keer verlies je. Politieagenten gingen in de casino's kijken of mensen ook gokten op basis van kans of op basis van observaties. Ambtenaren, hè? Die komen niet voor dat spel. Dat zie je aan die uitstraling al. Nee, die komen niet voor de gezelligheid. En dan vallen ze wel mee door de mand. Maar goed. Hoe gedroegen ze zich? Ja. Laat ik het netjes uitdrukken. Ja, hoe gedroegen ze zich? Ja. Niet altijd even gezellig. Duidelijk wel even laten. Arrogant even laten voelen dat ze er zijn. Alleen maar een beetje intimideren. En niet zo'n klein beetje. En als de politie weer weg was, dan riep de croupier van, nou jongens, we kunnen weer gewoon gokken.
En dan moest iedereen lachen. En iedereen vond het ook wel komisch. En de politie wist het eigenlijk zelf ook wel. Maar die hadden hun rapport gemaakt en die konden daar weer mee naar huis. Dus zo hield iedereen, zeg maar, dat Golden Ten een beetje in stand. De speeltafels van deze club staan niet op de vloer van de zaal, maar zijn in de kelder verankerd. De tafels worden iedere dag tot op een 100ste graad nauwkeurig waterpas gezet. De zaken worden serieus genomen, zo te zien. In de kleinere casino's, of in de casino's die wat meer in de achterafsteegjes zaten, daar had je soms een wat loesjere sfeer of een wat grimmigere sfeer, waarbij men je aankeek van ja, wat doet u hier, wat komt u doen? En waarbij men dus probeerde ook om jou zoveel mogelijk geld afhandig te maken. Dat was dan ook wel duidelijk. Ik had een casino in Hotel Wientjes, Zwolle. Aan de overkant kwam zo'n loes casinootje. Daar ben ik naartoe gegaan, heb daar gespeeld. En heb geld verloren. En niet zo'n klein beetje. Ik heb ook geëist om onder die tafels te mogen kijken. Dat is dus ook gebeurd. Toen waren de eigenaren weggerend met mijn geld. Ja, echt waar. En daar bleken dus magneten onder die tafel te zitten. En dat stel je ook zo vast. Omdat de logica een beetje weg is in het spel. Omdat het gemanipuleerd wordt, kun je zien, daar klopt wat niet. En dat was voor de politie een reden om binnen te vallen. Dat was oplichting. Hier in Arnhem deed de politie vanavond om 22:00 een inval in het Golden Ten Casino Fair Play. Bij de Golden Ten speeltafels werd gebruik gemaakt van een balletje met een stalen kern. Onder de tafel zat een apparaat dat een magnetisch veld kon produceren en dat met behulp van een zender op afstand kon worden bediend. En er zijn toen heel veel inspanningen gepleegd eigenlijk om dat Golden Ten zo lastig mogelijk te maken op allerhande manieren. 50 man bodybuilders, niet zo klein, gak, fiat. En het ging niet om de zaak dicht te doen, nee, om de mensen bang te maken. Want die vlogen naar de mensen en die zeiden van, u bent hier in overtreding. U mag alleen bij Holland Casino gokken. Te gek voor woorden. Maar dat gedeelde ze. Zonder enige vorm van huiszoekingsbevel of zo. Nee, gewoon binnenstormen, kapot maken. De mensen durfden niet meer te komen. Het spel zelf werd geclassificeerd als een kansspel door de Hoge Raad. En toen mocht het niet meer en kon het gemakkelijk vervolgd worden. En daarna zijn de Nederlandse casino's, die hebben er eigenlijk enorm van geprofiteerd. Juichend. Nee, ja, wij hadden ons doel bereikt dat de illegaliteit de nek om werd gedraaid. Ja, wat kun je dan maar ingetogen juichend natuurlijk. Hè. Een keurige raad voor de casinospelen, adviesorgaan van de overheid. Dus dat werd haags opgelost. Wil je meer? Abonneer.